pauze doen. Ik ben Kent Sessen en namens MJMC Plus en Sport en Beweeg gaan we 5 minuten verschillende rek-strek oefeningen doen. Lichte bewegingen waardoor je lichaam lekker flexibel wordt, meer energie gaat krijgen en de werkdag lekker goed kan voortzetten. En ook met minder klachten. Oké. Als je dit net zit, kom eventjes staan. Gaan we balanceren op 1 been. Dus eerst ga je het linkerbeen balanceren. Als dat lukt, dan gaan we de rechtskamer op en neer zwiepen. Van voor naar achter. Gebruik je armen voor je balans. Het is makkelijk als je je navel intrekt ongeveer 2 meter voor je kijkt voor je balans. En we gaan wisselen. Balanceren op het andere been. En heb je hem te pakken, dan op en neer met dat been. Denk maar aan die focus. Navel in, ongeveer 2 meter voor je op de grond kijken. Oké, voeten ietsjes breder als de heupen, handen op de heupen, cirkels draaien. Even die heupjes losmaken. En andere kant op. Oké, één voor één de schouders optrekken. Dus de armen en gewoon lekker ontspannen langs je lichaam. En dan eerst rechts optrekken, laten zakken. En links optrekken en we laten zakken. Rustige bewegingen. Eén voor één trek je zo omhoog. Oké, nu je schouder onder achteren. Draai vanuit je schouders de armen die bubbelen gewoon lekker langs je lichaam. En je rolt je schouders naar achteren. Andere kant op, naar voren. Het kan nog moeilijker zijn. Oké, rechterarm voor langs. Trek hem goed bij je toe en kijk over jezelf schouder heen. Hoe meer je die arm goed naar je toe trekt, hoe meer je het voelt. Wissen. Andere arm voorlangs. Goed tegen je bovenlichaam duwen en draai naar de linkerkant. Weer een schouder rond naar achter. Oké, we gaan naar de muur toe. Je zet je handen tegen de muur aan. En we gaan nu een plankje van onszelf maken. Dus je zet echt gewoon een meter ongeveer tussen jou en de muur. Je gaat je rechterknie richting de linkerkant omhoog trekken. En dan is de linkerknie omhoog naar de rechterkant. Om en om trek je omhoog. Gecontroleerde bewegingen. Het mag in je buik eventueel voelen. Probeer ook continu terug te gaan in het mooie rechte plankje en je navel in te trekken. Allebei de kanten nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké, draai je om. Ga terug tegen de muur aan de leunen. Dat is natuurlijk niet zo slim. Dan gaan we met eerst rechtervoet naar voren, linkervoet naar voren en dan rechtervoet terug, linkervoet terug. Naar voren, naar voren, naar achteren, naar achteren.
binnen toe. Allebei de kanten nog 3. 2. Laatste. Kom recht staan en schud je benen even los. Draai ons weer om. Doe het allebei nog 1 keertje. Dus handen tegen de muur. Mooi plankje. En intrek je die knieën. Om en om. Probeer je knieën zo hoog als mogelijk op te trekken. Allebei de kanten nog. 3. 2. Laatste. Oké, draai weer om. Met je rug naar de muur. Kies eventjes je uitdaging. Dus van lager of wat hoger. En dan stappen we eerst met rechts naar voren. Links naar voren. En terug. Naar voren. Naar voren. Naar achteren. Naar achteren.
stap aan de lucht in. In totaal 20 keer. Doe maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 op de helft. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 keer nog. En de laatste. Oké, schud even als los. Je armen en je benen los. Dan ga je met je neus richting je rechteroksel en de linkerhand omhoog. Aan de rest buig je gewoon lekker langs je lichaam. Je voelt de rek hier bij je nek. Hou nog eventjes vast. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En weer stond van kant. Neus gaat naar linker oksel omlaag. Rechterhand gaat omhoog. En hou vast. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En los. Nu geef je vingers in elkaar en je draait langzaam je ene pols of handpalm omhoog van de andere. En als dat soepel gaat, dan mag je langzaam gaan versnellen.